en Van Liemt. 1-op-1 praat ik met smaakmakers van Nederland. En vandaag ben ik op bezoek in Amsterdam in de PC Hoofdstraat bij het mode-imperium van O.J. Lusing. Hallo. Dag O.J. Hallo. Hey, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn je er bent. Kijk, dit valt me meteen altijd op. Hè. Heel veel mensen, heel veel personeel. Ja, maar het is ook een... Als je hier geld uitgeeft, dan moet je alle aandacht krijgen die je maar nodig denkt te hebben. Dus voor elke klant is alle tijd die we maar kunnen geven beschikbaar. En als het dan druk wordt, heb je gewoon veel mensen nodig. Dus je hebt op je piektijden, ja, ze zeggen wel eens, er staat een heel legertje. Het is een bijna indrukwekkend legertje ook. Hè? De zaal is er bijna nog gevuld altijd, de hele winkel, waardoor er altijd al meteen een serie is. Ja, ja, dat gaat automatisch mee. Maar het zijn allemaal goed opgeleide mannen en vrouwen die veel verstand van het vak hebben. Maar zijn het ook veel mensen die als oproepkracht fungeren? Dat je weet, het is nu druk en we kunnen even bellen en dan kunnen we de zaak 80% is een vaste dienst, fulltimers. En 20% is flexibel. Waarom kies je ervoor, zoveel mensen in vaste dienst? Omdat je hebt natuurlijk altijd je vaste klanten. En die komen wanneer ze willen komen. Maar hij wil wel een vertrouwd, bekend gezicht zien. In Nederland is volgens mij de uitverkoop al een tijdje gaande. Het is nu half januari hier. Ja. Het is nog steeds gaande. Als ik hier naar prachtige schoenen kijk, die zijn behoorlijk afgeprijsd ook. Ja. Vind je dat een goed fenomeen, zo'n lange uitverkoop? Ja, het is een. Die wet is vrijgegeven. Maar ik denk dat als je kan laten zien dat het eigenlijk voor de bedrijven gunstiger is om het in kortere periodes te doen. En dat ze daardoor een betere marge kunnen halen, dat het verstandiger zou zijn. Het enige is, als er een stout jongetje in de klas is, dan wordt er weer afgeweken, want als de ene doet, doet de andere het ook. Wie schat jij in als de stoute jongetjes in de klas? Welke bedrijven, welke winkels zijn er? Kijk, dus de grote ware V&D bijvoorbeeld, had al een knettergekke circus daar. Zijn de marges langzamerhand niet heel erg groot dan, als je denkt dat er zoveel af kan? Nee, onze marges zijn gelijk aan ieder Nederlands bedrijf gemiddeld. O.J. Lusing is de eigenaar en naamgever van een keten herenmodezaken in Nederland en België. De collectie van O.J. kenmerkt zich door exclusieve kostuums in de elegante Italiaanse stijl. Lusing start in 1965 zijn carrière in de mode als leerlingverkoper bij de Society Shop. In 1989 opent hij zijn eerste eigen winkel, O.J. En al vrij snel bouwt hij een klantenbestand op dat reikt van zakenlui tot bekende Nederlanders en politici. Zo was Pim Fortuyn een regelmatige klant van O.J. Ja, dit is gewoon bijna het Walhalla. We hebben al die prachtige pakken hangen. We zijn net langs Attolini gelopen. Dat is geloof ik in jouw ogen de meeste. En in de ogen van de Italianen ook. Als de Italianen over Attolini praten, dan zeggen ze van toen onze lieve heer op aarde pakken wilde gaan maken en jasje wilde gaan maken, is hij eerst met Attolini gaan praten. En heeft hij het in het oor gefluisterd hoe op de hand zo'n jasje gemaakt moet worden. En dat, als je als kleermaker kan zeggen van ik heb voor Attolini gewerkt, is hetzelfde als je voor Real Madrid gevoetbald hebt. Die komen over de hele wereld komen die mannen en vrouwen geweldig aan hun werk weer. En, dus begrijpelijk dat ze ook hier bij jou hangen en ze vinden hier ook een gif aftrek deze pakken. Want daar zitten al die uren in, maar een beetje pak, daar ben je toch 4, 5, 6.000 euro voor kwijt. Ja, nou ja. Tussen de 4 en de 5 ongeveer. Als je hele dure stof gaat nemen, dan is het meer. En jij geniet er zelf ook nog van. Je geniet ook van wat hier in de winkel ligt, maar in de zin van loop je echt zo door de winkel elke dag? Even voelen, dit doet Ciano. Kijken hoe die stof voelt. Erger nog, ik praat tegen ze van nou, hoe lang blijf je bij me? Ja. Maar echt is, dat voelen doe je echt zeer, dat vind je ook belangrijk. Dat is mooi als Italianen elkaar zien. Dan doen ze dit, hè. Dan voelen ze van, hoe is dat jasje? Dan voelen ze ook onmiddellijk of het gepiqueerd is, hè? Dat het een los binnenwerk heeft of dat het geplakt is. En als ze dan voelen dat het geplakt is, gaan ze heel vies kijken, weet je wel. Zo van, dat hoort niet bij jou, weet je wel.
O.J. Lusink is in 1949 geboren in Amsterdam. Na de middelbare detailhandelsschool werkt hij bij de Society Shop en Laura Ashley. De afgelopen 26 jaar was hij eigenaar van de herenmodezaak O.J. Lusink is 3 keer getrouwd geweest, heeft 2 zoons uit zijn eerste huwelijk. O.J., je loopt al heel lang mee in dit prachtige vak. En er zijn natuurlijk heel veel ketens en winkels over de kop gegaan. Ja. Afgelopen jaar, in 2016. Je bent ook een retailkenner. Denk jij dat er nog hele grote klappen gaan vallen? Ik denk dat de markt is veranderd en zichzelf saneert in feite. En je ziet alleen dat het middensegment het heel zwaar heeft. En dat wij in het middensegment uniek moeten zijn in design en jeugdige modellen en producten neerleggen die de klant dan graag willen. En dat men in de bovenlaag luxe gaat kopen en daardoor in Italië terechtkomt. Dan zijn we meteen in Italië, kan niet anders. We zijn net in zo'n gesprek met jou, gaat het altijd over Italië, dat is het belangrijkste. Ja. Maar dan heb je zelf ook voor ogen wat je doelgroep is. Weet je dat heel duidelijk en haarscherp, wat je doelgroep is? Nou, we hebben die doelgroep gecreëerd in feite. Hij was er dus niet, hè. Toen ik 26 jaar geleden probeerde pak te verkopen van Duitse makelij. En toen was dat wel een mooi pak, maar niet... Het was niet sexy, het was niet wat ik in Italië tegenkwam. De hoekige Hugo Boss pakken. Precies, precies. En geplakt van binnen. En, terwijl ik wist wat er te koop was in Europa. En dat je dan ziet dat in Latijnse landen, maar met name in Italië, dat ze daar minder kopen, maar wel mooier kopen. En dat was mijn grote ontdekking. En die verandering, en dat je klanten te leren en ook te leren kennismaken met zo'n product. Dat is mijn missie geweest in feite. Maar toch is het, vind ik altijd een gek verhaal bijna, want dat klinkt haast paternalistisch. En je zou zeggen, dat hoort niet bij, want je bent natuurlijk ook naast de man die missionaris is, ben je ook koopman. Ja, maar het kan ook samen gaan natuurlijk. Hè? Ja. Een gevoel voor schoonheid betaalt uit, roep ik altijd maar. Elke man kan ik leuker maken, interessanter maken. En je hoeft niet een schoonheid van een man te zijn. Maar je kan hem interessanter maken en daar zitten kledingtrucjes in. Nou, als je ze daarmee kennis laat maken, dan is dat een soort overwinning van de man zelf. Want hij voelt zich opeens lekkerder en beter in een goed passend kledingstuk. Is dat gelukt? Is dat gelukt om die Nederlandse man ook meer die richting op te schuiven? Nou ja, het is ons gelukt in Nederland. Calvinistisch land natuurlijk. Hè. Doe maar gewoon, doe je al geen genoeg natuurlijk. Ja. En wij hebben Nederland wel klaargemaakt voor het taboe. Hè? Hebben we eraf gehaald. Hè? Want een man over kleding praten, dat was niet nou dan. Het was verwijfd. Mannen vaak zocht een vrouw dat voor zo'n man uit. Mijn man moet dat aantrekken. En die man ging naar zijn pakje uit de paskamer komen. Wij hebben geleerd dat het ook leuk kan zijn dat die man hier gewoon binnen kan komen en kopje koffie kan drinken en hij zegt, god, wat heb je nog iets leuks voor mij. En doet er een jasje aan en hij koopt het. En koopt er een leuke jeans bij of een mooie grijze broek. En een paar schoenen en over. En niet vol stoppen, gewoon, dit is leuk. Dan ga je lekker mee. Maar je zegt, dat is je gelukt. Dat er is een deel van de Nederlandse mannen wil dat, maar dat is toch maar een beperkt deel. En zeker voor jou is het toch altijd het deel in het hogere segment, of niet? Ja, het is het midden. Wij hebben het midden met onze eigen productie, waar we ook ietsje minder marge op nemen, wat we heel bereikbaar maken. Maar met een knipoog naar het luxere. Maar ja, er worden meer golfjes verkocht dan Bentleys. Natuurlijk. Dus we moeten ook commercieel blijven denken. Maar het leuke is dat die klant het bereik zou willen voelen van tot hoever kan ik gaan. En dat is allemaal onder één dak. Nou, dus je kan voor een normaal bedrag hier iets kopen. Voor zover je iets normaal noemt, maar we beginnen bij 3,98, 4,98 voor een pak. Tot 5.000, 6.000 op maat gemaakt in Napels. Komen de kleermakers uit Napels, die meten hier helemaal op. Al die manuren ook, dus dat zijn waarvan mensen vaak zeggen onbegrijpelijk dat je zoveel moet betalen. Maar het is begrijpelijk als je de manuren optelt en als je weet wat voor materiaal het is. Ja, in Napels gaat hij in een jasje 74 uur zitten. En in broek ongeveer 28 uur.
Dus 100 uur arbeid zit in een pak. Dat heb je zelf aan in Napolitaans jasje volgens mij. En dan zie je dan hier gewoon. Hè? Dat is voor de kenner weet dat, want wat je hier op je schouders ziet. Ja, dat is toch... ze in Italië manica camicie. Ja. Dus zoals een overhemd de mouw erin zit. Doen een Napolitaanse kleermaker. Je hebt dus de Milanese kleermakerschool. Wat een beetje bankersachtig is. Daar lopen de mannen in New York. In het financiële sector lopen erin. En de creatieve mannen in de wereld, in Europa en in Nederland, lopen in Napolitaanse jasjes en pakken. En dat heeft zich zo verdeeld. Maar meneer Attorini, die prachtige handgemaakte jasjes, die heeft ooit met de oude Fiat-baas, meneer Agnelli, als eerste die schouders gemaakt. En die had toen ook zijn knoopjes los van zijn overhemd. Had zijn horloge over zijn overhemd en dat werd dan door heel Italië gevolgd. Alleen wij hebben, om terug te komen op jouw vraag, wij hebben dat gevoel opengebroken voor de Nederlandse man. En daardoor is die man in Nederland ook wereldser geworden. Straks vertelt O.J. Lusink over interessante nieuwe klanten. Je zou bijna zeggen, als je in jouw positie zit, met zo'n man, ja, zou je graag willen samenwerken. Ja. Ja, wie weet gebeurt het nog een keer. Hallo. Dag Paul. Dag. Fijn dat je bent. Ja, het is geweldig om jullie nu ook te zien, de nieuwe generatie dus. En ja, ik weet het al, één van de twee is CEO geworden. Dus dat betekent, en dat ben jij Martijn, dat betekent, ja, je neemt de boel hier echt over. Het blijft een familiebedrijf en Sander is ook aandeelhouder. En de grote beslissingen nemen we allemaal gezamenlijk. Alleen voor de day-to-day business, voor snelle werk en snelle beslissingen, daar ben ik verantwoordelijk voor. Wat is iets waardoor jij gaat onderscheiden van je vader? Ik denk dat wij een hele mooie nieuwe OG kunnen gaan neerzetten. Zonder de mooie Attolini's te gaan verliezen en het warme Italiaanse gevoel. Maar ik denk dat wij het bedrijf veel meer, nog meer een merk kunnen gaan maken. Het merk OG? Ja, wij willen echt voor Amsterdam. OG is al een begrip, maar dat de hele wereld weet van nou, als je een OG bent, dan ga je naar... Of als je in Amsterdam bent, dan ga je naar OG toe. Moet je gezien hebben. State-of-the-art winkel, beste personeel, beste collecties. De menswear world. De nummer 1 op de wereld willen wij worden. Zijn we al voor ons gevoel. Jij gaat over de communicatie. Doet hij het goed tot nu toe? Ja, dat klinkt wel lekker ook. Ik hoef niks aan te doen. Ik zie het voor me gewoon. Ja, ook. Maar dat is wel ons goal en onze grote droom. En ja, dat gaat ons ook lukken. Ik had ook misschien wel gedacht, en misschien hoort het er nog bij, dat als je juist jonger bent, een stuk jonger ook dan je vader, en denk, kijk eens even, we nemen van iets afscheid, of we nemen nergens afscheid van, maar we willen iets nieuws brengen. En nieuw is richten op een jonge generatie. Ja. Generatie van misschien twintigers en dertigers, die een drempel over moeten en zich toch hier willen laten kleden. Hoe kun je dat aanpakken? Ja, ik denk dat we, kijk, zoals mijn vader, onze vader, de winkel heeft neergezet, was dat wel echt... high-end. We wilden het allerbeste uit de wereld hier naartoe halen met de beste service. En daar spreek je een bepaalde cliëntel aan. In de crisis heeft Martijn de OG Red collectie ontworpen. Vanaf €300 al een instappak bij OG te creëren. Om ook die mensen die gaan zweven omdat ze misschien minder budget hebben toch bij te houden. Maar waar we nu ook over denken is ook daar een stand-alone winkel voor te ontwikkelen. Om die jongere doelgroep die misschien denkt, PC Hoofdstraat... dat is wel heel erg gentleman's club-achtig. Ik wil wat jongere omgeving shoppen om die wereld ook op een jonger niveau neer te zetten. Ja, ik denk dat er nog wel wat gesprekken nodig zijn. Als ik ook goed naar jouw vader luister, als het over dit onderwerp gaat. Jullie zijn het nog niet helemaal, dat is wel mooi even. Jij aarzelt nog, heb ik de indruk. Nou, het is onze droom, sowieso weer, wederom. Wij zien gewoon ontzettend veel kansen in de markt. Neemt nu eigenlijk al te veel ruimte in onze winkel, omdat het eigenlijk heel erg, het gaat te goed.
We willen ook niet het mooie hoge niveau wat we verkopen gaan verliezen. Weet je, er komen nu steeds meer redpakken binnen, omdat we er steeds meer kunnen verkopen. Ja. En ik denk als je een standalone winkel erbij begint in Amsterdam, dat alleen maar gaat versterken. Precies. Dus dat je en kan gaan verkopen. Ja. Nou blijft een naam bestaan, de naam Ogier natuurlijk. Hè? Dat is ook een prachtige naam. En dan heb je een vader die Ogier heet en de zoons, een geweldige naam, maar Sander en Martijn. Ja. Ik heet Paul, dat zijn allemaal namen. Ja, dat kun je, zo heten zoveel mensen. Ogier, dat is toch wel mooi ook. Hè? Heb je niet een beetje de pest in af en toe dat hij niet een betere naam heeft bedacht? Ja, maar mijn broer die is nu bezig voor opvolging. Dus misschien wordt zijn kind ook weer Ogier genoemd. Ja. Kijk, dat is de mooiste primeur die je kon hebben zo. Want wat voor naam heb je in gedachten? Misschien dat we daar nu toch over... Nee, geen idee. Zo ver zijn we nog niet. Wat zou een mooi idee zijn. Goed, oké. Goed, dankjewel. Ja, dan wil ik je graag even iets over Italië. Daar heb je het altijd over natuurlijk. Ja. En jouw passie voor Italië. Ja. Ik wil dit even laten... En jouw missie, al die woorden die je erop wil loslaten. Even iets laten zien. Mamma, è buonissima. L'hanno scoperta anche in Olanda, la venderanno in un negozietto. Basteranno? Buongiorno. Albertine! Sì. Albertine. Ho bisogno di un po' più. Claria, Maria, Giulia, aiuto! Sbrigati! Deze week staat Albert Heijn in het teken van de Italiaanse winter. Grazie. Arrivederci. I want you to meet my sister. She's single. Donatella! No. Ciao. Nou, moet je kijken. Zeg, dit wordt dus al bij hen gebracht als, kijk, wij doen eigenlijk hetzelfde als jij doet. Ja. Ook die enorme passie voor Italië. Ja. Ja, nou, Albert Heijn heeft ons leren, of heeft het land Italiaans leren eten, wat ik geweldig vind. Alleen bij hun is het pure marketing. Dat zij hebben een instrument gevonden en een land gevonden en een manier van koken gevonden waar ze enorme omzetvergroting zouden kunnen doormaken in hun eigen bedrijf. En wat is het bij jou? Bij mij is het passie. Het passionele van het Italiaanse product, dat vertaalt zich niet in marketing. Bij ons is het een manier van denken. Bij hun is het een manier van verkopen. Maar dat betekent die manier van denken, daarmee geef je ook een groot deel van je omzet op? Nee, dat hoeft niet. Wat gebeurt in de praktijk? Zou jij met deze manier van denken een grotere omzet maken? Een kortstondige omzet. Want kijk, het zijn bij hun actiedagen. Hè? Dus, en na Italië komt er weer Thailand. Maar dat heb ik niet. Ik heb levenslang met Italië. En mijn levenslang houdt in dat ik niet anders kan en niet anders wil. Bij ons is iedere knoop is een verhaal. Een knoop wordt uit steen geboord. Nou, in Duitsland komt hij uit een plastic machine en rolde er 10.000 in een kwartier uit. Dat is het grote verschil. En dat doe je nu bijna 26 jaar. Dat doe je in het familiebedrijf. Ja. Familiebedrijf, ja. Jij, Ogier Lucen, ken je twee zoons, ja. Sander en Martijn, die we al even gezien hebben. En het belangrijke is natuurlijk, als je daarnaar kijkt, dan zeg je, kijk, dat is een familiebedrijf. Daar kan het. Daarvoor heb je andere mooie dingen gedaan, maar dat kon het blijkbaar niet. Je bent met de Society Shop begonnen. Voor Laura Ashley heb ik gewerkt. En daar werkte ik met heel veel vrouwen. Heb ik continentaal Europa gedaan. Het was een baan met heel veel ambitie van mijn kant. Maar ik heb daar ook beperkingen geleerd. Maar daar heb je wel gevlogen door Europa. Ik lees overal dat je daar ook in de duurste hotels overnacht. Dat je salaris had van een eigen vliegtuig, 500.000 per jaar en met veel vrouwen werken. Ja. Dus je denkt, man wil nooit meer wat anders in zijn leven. Ja, dat lijkt zo. Maar dan kom je jezelf tegen. Want ik wist niet eens meer s'nachts waar ik was. Ik moest in mijn hotelkamer kijken of ik in Salzburg of in Wenen of in Innsbruck was. Dus het is allemaal betrekkelijk. En, wie heeft je erop gewezen in die tijd? Mijn broer, die haalde me op tweede kerstdag in Antwerpen, want daar werd het vliegtuigje neergezet
omdat het goedkoper was. En toen zei hij, joh, je bent helemaal opgeblazen, je ziet er grijs uit, je hebt niet eens tijd om je geld op te maken. Ga nou doen waar je hart ligt en ga terug naar je passie. En mijn passie was mannenmode. Ga terug daarheen en dan word je gelukkig. En dan, Heeft dat ooit bij de Society Shop ook gespeeld en gekund? Het verhaal gaat dat je daar in die directie plaats had kunnen nemen. Ja. Dat je dat ooit aan jou beloofde zelfs, dat je het kunnen overnemen. Ja. Maar dat die belofte niet gestand is gedaan. Nee, dat klopt. De beloftes waren ieder jaar met kerst. Dat ik aandelen zou krijgen. En dat is niet gebeurd. Ja, en dan wacht je tot je... Ja, je hebt natuurlijk ook een soort haalbaarheidsdatum. En toen was ik 30 jaar. Toen ging ik naar de 40 toe. Met 30 werd het beloofd, met 40 werd het beloofd. En toen heb ik gezegd van ja, ik ga het nu zelf doen. Is dit dan naast alle mooie kanten ook een soort wraakoefening? Ik geloof nooit in wraak. Ik geloof ik geloof in maar misschien wel in een soort wraak? Nou, ik ben passioneel geworden. Ik had nooit mijn passie ontdekt in mijn leven. En door, ook mede door Italië, maar ook door dat die producten zo mooi waren. Het is, als ik morgen een restaurant had gestart, had ik ook voor 2 sterren willen gaan. Maar als ik een tuincentrum had begonnen, had ik het leukste tuincentrum van Nederland willen openen. Mijn uitdaging. Ja, het leukste, het beste. Je hebt vaker geroepen, ik wil niet de grootste zijn, ik wil de beste zijn. Ja. Je had ook de meeste hamburgers kunnen bakken, de meeste friet kunnen verkopen, de grootste omzet kunnen maken. Ja. Maar daar gaat het niet om. Daar ging het mij helemaal niet om. Achter de perfectie schuilt mijn geluk. En ik word gelukkig als ik de perfectie benader. En dat is iets wat een never-ending story is, want de perfectie verschuift zich elke dag en die verplaatst zich. Maar dan valt het woord familiebedrijf. Een familiebedrijf betekent de vader, de pater familias, dat ben jij. Ja, en je 2 zoons, Sander en Martijn. Ja. En nog meer, hè, familie ook. Hè? Mijn nichtje is financieel directeur. Mijn broer Martin ging overlijden, helaas. En heeft toen nog zijn dochter opgeleid tot financieel directeur. Er komen nu allemaal neefjes van mij aan. En hoe zit het met de moeder van de kinderen? Want die zie je in bijna geen enkele publicitaire omgeving terugkomen. Nou, Rita is de moeder van mijn kinderen, waar ik nog steeds heel veel van hou. En die heeft die jongens fantastisch opgeleid. Ik was toen alleen maar onderweg, dus aan haar alle credits dat ze dat zo fantastisch gedaan heeft. Maar ze heeft ze ook smaak bijgebracht. Martijn was al vroeger... Als een normale jongetje een kleurdoos krijgt, dan is het zo'n karandasdoos. Dan was het 1 grote puinhoop. En bij Martijn lagen ze van wit naar lichtgrijs, naar donkergrijs, naar zwart. En van... Ja, daar moet je wat aan doen, ja. Ja, dan merk je gewoon dat hij zit met het vak bezig. Nu blijf je wel aan en je loopt tegen de 70, dat is een mooie leeftijd. Hè? Want je ziet ook dat mensen daar president in de Verenigde Staten mee kunnen worden. Ja. Dat soort functies kunnen vervullen. Je kunt nog heel lang mee. Ja. Maar toch heb je ook, natuurlijk. Maar je hebt ook zoons die ook verder willen. En jouw zoon Martijn, Sander gaat verder in het bedrijf. Jouw zoon Martijn is sinds kort zelfs de CEO. Dus officieel, als er knopen worden doorgehakt, is hij degene die de beslissing neemt. Martijn, we hebben elke dinsdagmorgen, behalve als de beurzen zijn, hebben we directieoverleg. En dat is ook een soort familieoverleg. En dat wij de besluiten met elkaar nemen. En Martijn heeft dan wel het laatste woord. En als we het niet met elkaar eens zijn, dan gaan we nog even apart even een wandelingetje maken. Mag ik toch een vertrouwensvraag stellen? Want het is heel moeilijk om te zeggen, en zeker hier op tv natuurlijk om dat te zeggen. Maar heb je ooit getwijfeld aan je zoons? Met andere woorden, hoe goed je ze en fijn je ze ook vindt, hoeveel je van ze houdt, of ze het wel kunnen? Ik heb nooit getwijfeld. Want ik heb vertrouwen in ze. Ik heb wel gekeken naar hun talenten. Je kan iemand diep ongelukkig maken door ze iets te laten doen wat ze niet kunnen. Ik denk dat Martijn qua stijl en qua gevoel voor inkoop beter is dan ik ben. Ik was natuurlijk dat mannetje wat die 5 bordjes constant liet draaien. En Martijn heeft het geluk dat hij een organisatie heeft. Die staat, waar die is klaar is ook voor de toekomst. Alleen Martijn
in inkoop en hoe het bedrijf verder moet qua stijl en qua, qua conceptmatig denken. En ook dat passionele wat ik er graag in wil hebben, dat we passie houden voor het product. En de continuïteit, dat heeft hij volkomen in zijn vingers. Dus hij mag straks al knopen doorhakken en dan zit je niet trillend als een rietje te kijken of dat maar goed gaat. Hij moet zelfs knopen doorhakken. Zijn er onafhankelijke commissarissen die af en toe ook een duit in het zakje hebben? Ja, er drie. Maar heeft een van de commissarissen ooit hard moeten ingrijpen? Nee, maar voordat we een grote beslissing nemen, bespreken we het met hun. En Ad heeft wel eens gezegd, want ik ben erop tegen, we gaan het niet doen. En dan luisteren we daarna. Maar is het wel belangrijk, als je in familieverband opereert, commissarissen erbij hebt, dat je in ieder geval voor één ding eens bent, dat de Italiaanse manier van kleden, dat die van belang is. En dat je daar op Nederlandse mannen ook wil beoordelen. Ja. Zullen we even een paar van die mannen gaan bekijken? Echt, hè? Hier komt de eerste. Pim Fortuyn. Ja, Pim was eigenlijk de eerste politicus die zich ontzettend bewust was van zijn persoonlijke performance in kleding. En wij hebben hem echt van onder tot boven. Hij kwam met een hele wijde gelige corduroy broek en een veel grote blauwe blazer waar je soep van kon koken. Dat waren tijden. Ja. En tot op dat laatste weekend, toen kwam hij zijn presidentspak bij mij halen, hebben we hem gekleed. En hij heeft ook politiek Den Haag aan het denken gezet over kleding. En op alle gebieden, ook op alle gebieden. De das bijvoorbeeld. Ja, ja, maar voor die tijd was dat trendsetting een pochet wat niet matching is. Dat was ongewoon in de politiek. En Ad Melkert, die we hier natuurlijk ook zuur zien kijken, wat ook al niet helpt. Maar dat is toch een meer Duitse manier van kleden. Ja, dat is het beroemde binnenhofpak, noem ik dat altijd maar. Het groot en slobberig en vier agenda's erin. En donkerblauw of donkergrijs. En dat bestaat nog steeds? Of is dat echt iets wat bij die tijd hoort? Ja, bestaat er wel steeds. Nog wel, hè? Maar we hebben wel terrein gewonnen. En hier Mark Rutte. Nou, dat weten we inmiddels ook. Want jullie hebben natuurlijk te maken met discretie. Maar soms liggen geheimen op straat. Ja, iedereen weet inmiddels. Hij gaat hier naartoe voor zijn kleding. Ja. Het grappige is dat zijn figuur is een beetje performig. Ja. Dus hij heeft sportbillen, noemen we dat dan. Ja. En sportbovenbenen. Nou, veel bladen stond heel ordinair al dat hij een vrij dikke kont heeft. En dat al die geheimen liggen dan opeens op tafel. Ja, wij zijn er subtiel in natuurlijk. Ja. Maar bij hem maak ik de taille er hoger in. Dat hij eleganter en langer lijkt. En onder ietsje minder zwaar is. Nou, dat zijn kleermakerstrucjes. Maar hij kleedt goed. Ik ben trots op hem. Dan pakken we hier de volgende kijken. Dat is, dat is heel belangrijk natuurlijk, hè? Onze hofhouding. Ja. Op prins Willem-Alexander is vaak kritiek. Iets te grote pakken, hoe kan dat nou? Hij is representatief, dat moet beter. Ja, en zeker als je de leukste vrouw van de wereld hebt natuurlijk ook. Als je goed kijkt en je zet een aantal jaren op een rij, dan zie je zijn pakken slanker worden. Hij houdt zelf van een pak wat ruim zit. Dat vindt hij prettig. Beetje sportman achter. Maar het gaat de goede kant uit. Je zou bijna zeggen, als je in jouw positie zit met zo'n man, zou je graag willen samenwerken. Ja. Ja, wie weet gebeurt het nog een keer. Is daar sprake van? Zijn jullie nu in onderhandeling daarover? Nou, we zijn eerst wat andere dingen aan het doen voor het Hof. En hij kent ons, want we zijn bijna buren geweest. En we zijn stand-by om hem mooi aan te kleden. Voorlopig is dat niet het geval, of de komende maanden, maar we zouden het graag willen doen. En hij weet het ook van ons dat we het graag willen doen. Het is een kwestie van tijd, mag je zeggen. Het is nog niet officieel, precies. Maar een kwestie van tijd voordat jullie met elkaar in zee gaan. En dan gaat Nederland dat ook zien. Gaat het ook merken. Ja, dat zal zeker. Straks. Vergelijkt Auger Lussink de Auger-pakken met die van zijn concurrent, Suit Supply. Elke auto rijdt. Elke auto heeft vier wielen. Maar je kan tot een Bentley gaan. En je kan een Alfa Romeo kopen, maar je kan ook een Lada kopen. Ik wil niet zeggen dat zijn pakken Lada zijn, maar wat ik wel zeg is dat er een verschil zit in make en in als je het pak uit elkaar haalt, is het niet hetzelfde pak. Zo, dit is dus onze boardroom. Hier wordt alles op maat gemaakt. Made to measure gebeurt hier.
Dus hier kom je, dit is ook meteen een mooie omgeving. Als je een pak laat aanmeten, kom je hier. Dat is eigenlijk dezelfde stijl van beneden, ook een beetje sociëteit idee. Klopt inderdaad. Ja. Zodat je in alle rust een maatpak kan samenstellen. Wat natuurlijk een hele beleving is. Ja. Zeker als je binnenkomt voor je eerste maatpak. Ja. Het is vrij indrukwekkend. Het is echt een mooie ruimte. Maar wat merk je aan mensen die dat voor het eerst meemaken? Want het is bijna, ik zou bijna zeggen, het is een soort ontmaagding voor het eerste maatpak. Ja, dat is het ook wel een beetje. Ja. Dat is het ook wel een beetje. Wat maakt het uit? Ik hoor het vaak van vrienden. Die zeggen, waarom zou ik een maatpak willen? Ik heb gewoon een soort confectiemaat, dus ik pas dat toch al in. Ik heb het helemaal niet nodig. Ja. Wat zeg je dan tegen die vrienden van mij? Een maatpak... Zal nooit hetzelfde zitten als een pak uit het vak, zoals wij dat noemen. Ready-to-wear pak. Een maatpak wordt echt op je lijf gesneden. Dus er wordt naar elk detail gekeken. Als je bijvoorbeeld een schouder hebt die net iets lager hangt dan de andere. Iedereen heeft dat geloofd. Iedereen heeft dat. Ja, dan corrigeren wij dat. Of dat de ene arm net iets langer is dan de andere. Dat wordt gecorrigeerd. Dus kan je pak... wat omhoog als je wil? Bijvoorbeeld. We kunnen alles samenstellen zoals jij dat wil. Een ander soort knoopje, een andere kleur voering, een andere kleur stiksel, you name it. Zoals mooie, wij zeggen dat mooie, het je hebt zelf moeten. Natuurlijk ook het perfecte pak aan. Hè? Dat is ook, dat is echt, dat, dit is een maat, dat kan niet anders. Hoe zie je dat? Want hoe ziet een kenner dat, of het een maatpak is? Dat is moeilijk te zeggen. Een maatpak hoeft niet per se perfect op het lichaam gesneden te zijn. Nee. Een maatpak moet gesneden zijn, zodat de man zich daarin thuis voelt. Het kan zomaar zijn dat ik met een wat wijder jasje rondloop, omdat ik dat lekker vind. Maar een wat slankere broek, omdat ik wat dunnere benen heb. Dus dat kan je niet zo 1, 2, 3 zien. Of een maatpak nou perfect gesneden is. Het gaat erom hoe jij je voelt in je pak. Het verhaal gaat altijd dat je hier speciale verkopers of speciale klanten zet. Dus Pietje hoort bij Klaasje, Jantje hoort bij Keesje. Ja, past het beste bij. Ja, ja. Ik roep wel eens, ik voel me net een soort dirigent. Dat je weet dat bij een bankman past een bepaald type verkoopadviseur. Want we voelen ons niet echt de verkopers meer. Want Er wordt zo leuk gewerkt met onze klanten. Het gaat over vakanties en over restaurants en over de goede smaak van het leven. En daar weet dan die ene verkoper net even wat meer voor. Maar het blijft toch een verkoper. Je moet toch zo goed zijn dat je iemand, ik lees over de verhalen, vind ik prachtig, dat iemand denkt, ik ben hier binnengekomen, ik wilde één pak kopen, maar ik loop met twee pakken en een jas en schoenen naar buiten. Ja, maar het zal nooit een verkoop zijn die gedwongen is dat we... Mensen voldouwen, want daar staat de doodstraf in feite op hier. Je moet de klant vrij laten in zijn keuze. Bij elk type klant kan ik ongeveer een verkoper geven die het beste bij hem past. Karakterologisch het beste bij hem past. Ja. Maar daardoor kun je ook onderscheiden van de concurrentie. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Wat is concurrentie? Laat mij een paar voorzetten doen. Ja. De Bijenkorf, nieuwe stijl. Ja. Waar veel Russen en Chinezen apart voor naar Amsterdam toe komen. Ja. Nou, Bijenkorf vind ik een fantastisch voorbeeld van hoe een modern warenhuis gerund moet worden. Die Engelsen hebben dat fantastisch voor elkaar gekregen. Het enige is wat het mist, is die persoonlijke touch, die bediening. Je kan anoniem winkelen in zo'n warenhuis. Hè. Of je dan bij Harrods binnenstapt of je bij de Bijenkorf. Je kan de collectie van de wereld vinden. En die koop je dan, maar je koopt het anoniem. Wat wij propageren is dat je juist die klant wil aankleden. Hè? En niet verkleden. Maar ook in de goede taal, want zijn Russen en Chinezen heel belangrijk voor je? Of is dat een fabeltje? Ik bedoel, het is een heel groot deel van de omzet. We hebben in Amsterdam 40% toerisme. En in Den Haag en Rotterdam zo'n 15-20%. Daarna natuurlijk veel. Heb je ook speciaal Russisch en Chinees sprekende verkopers in dienst? Ja, dat hebben we gehad ook. En we hebben een meisje wat Mandarin spreekt. En we hebben Russische verkoopsters gehad en Russische verkopers. Het gekke is dat Russen dat ook niet zo... Ze vinden het interessant, maar ze spreken Engels. En hoe rijker ze zijn, des te minder ze praten. Maar hebben ze een soort betaalmeester bij zich die voor hun praat. En praten ze onderling van... Dan moet die man weer vragen wat hij
wat die willen hebben. Maar wat is waar van het verhaal dat de Russen, die vaak veel te besteden hebben, dan hier naar zo'n winkel komen die denken, nou weet je, leuk pak, 2000 euro, 3000 euro, doe mij maar 5. Ja. En dan gewoon in een half uurtje inpakken en wegwezen. Dat gebeurt. Dat gebeurt echt. Ja, dat gebeurt. Maar ja, dat gebeurt ook dat een klant in het conservatoriumhotel woont. Het sneeuwde een jaar geleden rond de kerst. Of was het koud? Of 2 jaar geleden zelfs. Hij koopt warme jassen en allerlei andere dure kerstmintruien. En hij gaat weg op begin januari om het Russische nieuwjaar te vieren. Wat ook de komende maand weer gaat gebeuren. En zijn betaalmeester komt langs en zegt, ja, hij heeft alles laten hangen. Want hij had het al dubbel, had het ook al hangen in Moskou, maar hij heeft het vergeten mee te nemen. Dat hangt nu nog in het hotel. Wil je het terug hebben? Heeft iemand 2 dagen gedragen? Nou, dat zijn de extreme. Nou, je bent heel lang de koning, keizer, admiraal geweest. Je bent het nog steeds. Ja. Maar er komen concurrenten aan. Dat is maar goed ook. Dan voel je soms de hete adem in je nek. Eén van hen is Fokker de Jong van Food Supply. Ja. Die maakt dan een gemeen reclamefilmpje. Daarvoor moet je naar de rechter. Je vecht het met elkaar uit. En dan vervolgens gaat hij door te roepen in interviews. Ik kan mensen op dezelfde manier kleden als OG. Alleen ik doe dat goedkoper. Want ik hoef niet naar de grote merken te gaan. Ik koop direct in. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Wij produceren in andere fabrieken of andere ateliers dan hij produceert. Wij hebben natuurlijk in onze winkels betere kwaliteit en betere producten liggen, maar dat is een keus. Daar betaal je ook voor. Dus maar als hij zegt dat dat soms niet zo het geval is en dat je bijna blind het verschil niet uit verschillende merken kunt halen, verschillende stoffen, dan zeg je dat hij dus liegt. Nou, het is, liegen is een groot woord, maar het is dus niet waar. Nee, nou ja. Dus, kijk, elke auto rijdt, elke auto heeft 4 wielen, maar je kan tot een Bentley gaan en je kan een Alfa Romeo kopen, maar je kan ook een Lada kopen. Ik wil niet zeggen dat het zijn pakken Lada zijn, maar wat ik wel zeg is dat er een verschil zit in make en in als je het pak uit elkaar haalt, is het niet hetzelfde pak. Wat wij verkopen voor 3,98 is ook hetzelfde wat hij verkoopt voor 3,98. Dus in de basisprijzen zitten er gelijkenissen in, maar in het verfijndere product, in de mooiere stoffen, in de luxere verwerking, in ander binnenwerk, op maat gemaakt, maar een echte maat gemaakt, met een tussenpas erbij, dat de Napolitaanse kleermakers weer uit Milaan of uit Florence naar ons toe komen. Dat zit er bij hem niet in. Vinden jonge mensen dit ook interessant? Want je hebt het idee dat jonge mensen dan door heel zijn marketing en manier van doen juist voor Food Supply kiezen. Als ze aan de carrière beginnen is dat voor hun heel toegankelijk. Omdat ze dan in die basisprijs kunnen kopen. Wij kunnen in die basisprijs ook aanbieden. Alleen willen wij meer service leveren. Beter persoonlijk advies geven. Meer tijd voor onze klanten nemen. En ja, het grote verschil is dat wij stoppen ons hart erin. Wij verkopen een product, wij helpen een klant met veel meer liefde en aandacht en service dan hij dat kan doen. Maar je zou bijna zeggen, bij Ajax denken ze er anders over. Jullie waren jarenlang de sponsor van Ajax, ook van Feyenoord, nu nog steeds van Feyenoord, maar hij heeft Ajax afgepakt. Ja, nou ja, het was niet afpakken. Wij wilden niet verder meer gaan. Je vindt iets een bepaalde prijs waard of niet. En het bedrag wat ze nu vroegen voor Ajax, dat vonden wij gewoon te hoog. Mag ik weten hoe hoog dat bedrag is? Ja, het was 5 ton. En voorheen? Los van de kleding. En, sorry. Want je zegt, het was 5 ton. Nee, het was 3,5 ton. Het was 3,5, het werd 5. En we hebben het 26 jaar gedaan, hè. Ik wil niet zeggen dat er een soort verzadiging komt, maar als je 26 jaar een rondje om de kerk doet, dan wil je ook een keertje wat anders. En wie weet ontstaan hier. Maar Ajax en Food Supply zeggen wij willen internationale en daarom Food Supply is ook een veel internationale bedrijf. Er zitten veel meer landen dan jij. Ja, dat klopt ook en daar is het ook leuk voor. Alleen wij willen meer nu met iconen gaan werken. Hè. Dat we zeggen van nou, we vragen Ronald de Boer als icoon of we vragen een bekende schrijver als icoon. Had Harry Mulisch nog geleefd, hadden we Harry Mulisch
een prachtig geklede man. Tommy Wieringa zie ik af en toe in de brochure staan. Ja. Daar had Ronald de Boer, Giovanni van Bronckhorst. Ja, precies. Maar is uiteindelijk, want daar gaat het nu in dit verhaal wat mij betreft ook om, is Suit Supply. En met Fokke de Jong, is dat een soort kroonprins, een soort gedoodverfde opvolger, een echte concurrent van je? Concurrentie is goed. Henry Ford zei altijd, het ergste wat je kan overkomen is succes. Ja, want dan word je verwaand en lui en je wordt arrogant. En je wordt, het is goed dat we concurrentie hebben. En, maar is hij een goede concurrent? Ja, vind ik van wel. Ik heb echt ongelooflijk respect voor hem. Hij doet het goed. Wij kunnen alles. En het is geen pedanterig gedoe van mij. Maar dit is een fantastisch bedrijf. Maar als je aan de top van de markt staat en je pretendeert niet de grootste te zijn, maar wel de beste, dan moet je ook je als zodanig gedragen. Dus wij doen echt alles en niet alleen voor geld. Hè. We doen het voor de eer dat we trots zijn om iemand te mogen aanbieden. Ik dacht dat je dat zou gaan zeggen en ik heb naar een fragment gezocht en kijken of dat klopt. En je zegt, we doen niet alles voor geld, maar we doen het ook voor de eer en we doen het omdat we het belangrijk vinden. Ja. Laten we even naar dit fragment kijken. 2000 werkzoekenden kunnen binnenkort goed voor de dag komen als ze gaan solliciteren. De modezaak Ogier met een vestiging aan het Noordeinde heeft zakelijke outfits beschikbaar gesteld om werkzoekenden op weg te helpen met de sollicitatie. Ogier gaat 2000 pakken schenken ter waarde van 300.000 euro aan de stichting Dress for Success. Deze stichting helpt werkzoekenden om te solliciteren. Mensen met een te laag inkomen om zelf de pakken te kopen, krijgen zo dus de kans om in een goed pak te solliciteren. Als je een goed pak draagt naar een sollicitatie, sta je eigenlijk al 1-0 voor. Je voelt jezelf beter en het vergroot je kansen. Daar gaat het weer om, hè? 1-0 voor staan en ook goed werk doen. Filantropie is dit, maar is het alleen filantropie of zeg je dit is ook onderdeel van zaken doen wat hier gebeurt? Nou, nee. Het is veel meer dat je door het succes van het bedrijf en iets wil terugdoen voor de maatschappij. En dat je iets doet wat in je eigen vak ligt, in je eigen vakbereik ligt. En als je dan het resultaat hoort dat 85% van de mannen die, ze kwamen binnen met een staartje omgeschoren, checkje in de mond, dat die werden geschoren, werden nog een kapper erheen gestuurd. En dat als die mannen en vrouwen gaan solliciteren en 85% heeft later een baan gekregen, dan is die investering fantastisch gehonoreerd. Want dat maakt me echt blij. Dat denk ik van nou, want je kijkt tegen dat enorme aantal werkelozen, 15 jaar, sommigen hebben werkeloos. En dat die dan opeens wel een baan krijgen doordat ze geschoren zijn, de staartje hebben afgeknipt en een pak aan en een hemd en een das om. Dan ben ik heel gelukkig. Maar wij hopen dat kleding nog veel meer gaat betekenen. Nou, als je dat soort dingen kan makkelijker voor ze kan maken en bereikbaarder kan maken, ze mogen hier ook een pak kopen en dat ze het een keertje later mogen betalen als ze gaan solliciteren. Nou, dat vind ik meedenken met onze jeugd. Ik dank je voor het gesprek. Graag gedaan. Dank je wel.